We zijn 30 jaar Albert Heijn. Toen wilden we eigenlijk een ludieke actie. En eigenlijk ook iets terugdoen voor het dorp waar onze, in de regio waar onze consumenten vandaan kwamen. En toen hebben we eigenlijk besloten om een verenigingsactie op touw te zetten. Waarin eigenlijk de consument kon gaan bepalen welk geldbedrag er naar welke vereniging ging. Toen hebben we uiteindelijk gekozen om, toen heb ik tot een bedrag gekomen van €10.000. En die mocht de klant dan verdelen aan de hand van 100.000 muntjes. Als eerste is de Brits Club Algena. Is daar iemand van? Niks van gehoord, dus die is er niet. Nou, dan schrappen we die. De Schoolclub Altena. Ja. Juist, laat ik zien. Badmintonvereniging ABC. Dan gaan we naar volleybalvereniging Voltena. Die hebben we gezien van Fare en Wilhelmina Dussen. Dan gaan we naar muziekvereniging Juliana. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Fantastisch. De Altena Roadrunners. Voor die actie zijn we op zoek gegaan naar enthousiaste verenigingen. Nou moet ik zeggen, daar waar het bedrijf dat het organiseert, die zijn, nou, dat was een hele kluif, een klein dorpje om 33 verenigingen te vinden. Maar dat was eigenlijk in een week wel leuk. Dan krijgen we postzegelvereniging Altena. IJsclub de Pomper. Oranje vereniging Nieuwe Nijk. Kijk, die, dan gaan we naar zwemvereniging Den Doorn. De fanfare ONS. Super, heel goed gebruikt. Dan gaan we naar Ad Stichting Muziektent. Ook 23 verenigingen hebben bij ons iets in de winkel gedaan. We hebben allerlei demo's, workshops, presentaties, proeverijen gehad. We hebben ook voor de eerste keer vogels in de winkel gehad. Maar je kon ook sjoelen, postzegels sparen, schaken. Er zijn koren geweest, fanfares. Je kon voetballen, korfballen. Er was toneel. Gym hebben we zelfs DJ's gehad van de SOS. Dus ja, die hebben we van alles gehad. Ook proeverijen van poffertjes tot ettersoep, boodschappen inpakken. Er was van alles te doen. Maar ook de Dussense Gymnastiekvereniging. Oranje Vereniging Beatrix Uitwijk Waardhuizen. Daar hebben we volgende Oranje Vereniging Almkerk. Dan komen we bij Dussense Boys. En dan de volgende Dussen uit Volle Borstenkoor. Dan Muziekvereniging Nooit Gedacht uit Almkerk. Dan hebben we de volgende voetbalclub, VV Altena. Dus hoe komt het idee van zetjes? Ja, het is eigenlijk een reclamebureau wat dat bedacht heeft. En die zeggen inderdaad van, joh, geef de vereniging een zetje. En een zetje de goede kant op en de toekomst in, zeg maar. En je ziet het heel veel met muntjes, maar zij doen het inderdaad met zetjes. Maar het is wel het is goed gevonden. Dan gaan we naar het Europa Run Team Almkerk. Daar komen we bij Kunstlicht. Naar Kunstlicht hebben we de Stichting Vrienden Stromeland. Deze vereniging. Dan gaan we eerst hebben de korfbalclub ACKC. Dan hebben we Harnie, de voetbalvereniging Almkerk. Dan de ene laatste, de Zonnebloem. En dan de allerlaatste. Ja, ik moet eerlijk zeggen, mij wel verrasten. Maar in ieder geval heel Almkerk, ik heb daar blijkbaar toch wel goede herinneringen aan. Maar de laatste, het hoogste was de SOS Almkerk. Maurits, hoe hebben jullie zelf gepresenteerd? We hebben een optreden gedaan met DJ's hier beneden in Albert Heijn zelf. Er is ook nog een oud SOS DJ bij komen te kijken. En wat DJ's van onszelf. En volgens mij heeft dat goed uitgepakt als we zo de uitslag mogen zien. Het geld, hoe gaan jullie dat besteden? Dat gaat gewoon in de stichting. Dus dan gaan we weer met de zomerfeesten en met de SOS zelf. En we hebben tegenwoordig de Avondvierdaagse Almkerk, die organiseren wij ook. Dus dat wordt dan daarover verspreid om daar weer leuke evenementen voor te organiseren.